Welkom bij Famous Talk in Balkbrug. Hier op de Blokkenbrug ziet u een Mercedes-Benz, een R107, 500 SL. Deze auto die is met grijze import ooit naar het buitenland gegaan, als ik goed begrepen heb, Amerika. En daar is de auto dus aangepast aan de geldende wetgeving. Er zijn katalysatoren onder de auto gemaakt. Een paar voorkatalysatoren en een nakatalysator. Er is een lapdaszonder geplaatst, een andere motorstuurkast. En deze auto heeft daardoor problemen gekregen. We zien dan ook dat er is al eens een keer aan de motor gewerkt. Ondanks dat zit er in de linker cilinderbank zitten problemen. Warmteproblemen, hitteproblemen. En wij vermoeden dat dat te maken heeft met de later ingebouwde katalysators. Ook zien wij bij deze auto dat er dan dus een lapdaszonde ingebouwd is. Maar de lapdaszonde die meet alleen maar op de rechter cilinderbank, niet op de linker. In principe kan dat niet. Eigenlijk zou de uitlaat bij elkaar moeten komen en zou de lapdaszonde zowel de rechter als de linker cilinderbank moeten meten. Ook bij deze auto goed te zien, vaak als de automaatbak afgetapt wordt, dan wordt met een schroevendraaier de koppelomvormer rondgedraaid. En dan breken al die aluminium koelribbetjes uit die hier zitten. We zijn nu bezig om de kleppendeksels uit te bouwen. Linker slinderbank, daar moet in ieder geval de nokkenas eraf. Misschien moet de hele slinderkop eraf, dat beslissen we later. De compressietest is wel goed. We gaan nog met de camera naar binnen kijken in de motor met de endoscoop om te kijken of dat de motor verder geen motorschade heeft gekregen. De uitlaat die zal dan ook weer teruggebouwd moeten worden naar Europees model. Voor meer tips en informatie over het onderhoud van uw Mercedes-Benz klassieker of youngtimer, kijk op www.stolkbalkbrug.nl. Vergeet niet deze vlogvideo te liken en op het duimpje onder de video te klikken. En wilt u meer van dergelijke vlogvideo's zien? Vergeet u zich niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.